Ja. Welke rol heb je toen gespeeld? Ik heb de rol van de verteller, dat is dan Snorrescha. Snorrescha? Ja, dat is die kat die heel erg zijn best doet, waar niemand op let. Die met die grijs-witte dingen. Precies, zo, ja. En dat, maar je hebt ook deel gespeeld. Ik was ook Rum-Tum Tugger, dat is die, zeg maar, de rock'n'roll kat. Weet je, wat is de Engelse naam van de Rum-Tum Tugger. Ja, maar zijn Nederlandse naam, iets van Rukker Rukker. Tuk-stuk Rukker. Tuk-stuk Rukker, ja. Ja, ik ben gisteren geweest. Ben je geweest? Ja! Ja. Meneer Rijman brengt me af en toe ook naar iets als ik uitgelaten moet worden. Ja. Toen was hij daar. Het was leuk, maar wat ik wel typisch vond, die van Sonderen, die boefkat, een zwarte kat. Die rukketukketukker, die wat achter al die wijven aan zit, een zwarte kat. Ja. Moet ik daar iets achter zoeken of is het toevallig? Nee, ik denk dat het toevallig is. Cats gaat ook met zijn tijd mee. Ja? Typecasting. Typecasting, ja. Ja. Je bent sinds kort bij je 40. Ja. Ja? Ja. Dus het gaat niet zo vlot meer of nog wel? Nou, nog wel, ja. Ja. Maar voel je niet dat hier en daar een beetje, als je af en toe dat je hoort, dan je van... Ja, maar dat heb ik al vanaf het moment dat ik ging dansen. Dansers vinden pijn altijd een beetje lekker, hè? Ja? Ja, ja. Het is een pijnlijk beroep. Maar het is wel waar, als je 40 wordt... Maar daar staat me zoveel tegenover, hè? Ik voel me beter dan vroeger. En ik ben toch blij met dat je, als je ouder wordt, dat je... Dat het leven leuker wordt. Dus... Weet je wat meneer Rijman is ook pas 40, zeg. Hij mag het... Oh, echt waar. Maar weet je wat hij nu heeft als hij een strakke jockey draagt, toch? Ja. Dan zie je al die strepen onder het uittrek blijven hangen in zijn lichaam. Dat meestal als hij goed is gegaan, maar nu ze blijven hangen. Het is echt... Het leek alsof een soort van permanent strepen. Ja. Maar waarschijnlijk heb je ook, dat ook. Als ik wakker word en je hebt op zo'n kussen geslapen, weet je, dan heb je allemaal strepen. Dan krijg je in je gezicht zo, en vroeger was het koud water 5 minuten weg. En nu... Ben ik aan het lunchen erg en dan sta ik in de winkel. Ik denk, het zit er nog. Ja. Het wil niet meer weg. Ik ben een keer op een stang van een fiets gevallen. Het is er nog steeds. Ah. Ja. Ja. Het was na mijn 40ste. Ja. Maar luister nog. Wat ga je doen als je niet meer gaat dansen? Wat wil je gaan doen? Ik zal nooit stoppen met dansen. Nee. Nee. Maar je kan ook regisseuren. Regisseuren, ja. Ja, en je doet ook... Wacht even, choreografie doe je ook. Ja. Kijk, ik heb hier ook een regisseur. Ja. Twee. Ik heb eentje, is een Javaan met een Hollands paspoort. En ik heb een andere, die werkt af en toe een Duitser met een groot hoofd. Maar al 5 jaar heb ik diezelfde opkomst. Toen dacht ik, je bent toch hier met regisseur. Ja. Kan je me niet helpen om een meer flamboyantere opkomst te helpen? Ja, maar regisseur? Ik heb je toch net behoorlijk staan zien. Ja, maar het kan hier beter. Ja? Je moet me helpen, maar ik ging maar niet voor meneer Maar kunnen we niet een showtrap dan? Ja, kom, nee, showtrap, maar kom, draag dit. Dan gaan we